Yo, welkom bij weer een nieuwe Shifting West special. Check. Check. We hebben van jouw prins een goodie bag gekregen met een aantal spullen. En daarnaast hebben we hem gevraagd of hij iets moois kon maken voor het achterglas van onze race caravan. Dus dat gaan we vandaag even laten zien. Laten we beginnen met de goodies die hij eerder al had gestuurd. Dat zijn doppen voor in je derby frame en een aantal kentekenplaathouders. Let's check it out. Nou, wat hij ons heeft gestuurd zijn een aantal kentekenplaathouders. Hij maakt van alles met de 3D printer en met een vinylsnijder. Heeft hier zo het custom made labeltje voor op de kentekenplaat gemaakt met het Shifting West logo en de tekst. Zo heeft hij ook die frame doppen, die heb je waarschijnlijk al wel eens vaker gezien. Er zijn een heleboel jongens die dingen op de brommen hebben. En deze heeft hij ook custom voor ons gemaakt met het SW logo erin. We hebben er dan in het rood en in het wit. Deze witte die komen op de DRD03, waar we dus mee bezig zijn. En daarnaast heeft hij er ook een paar van mijn Honda CB gemaakt. Voor de KTM was het ook wel gaaf geweest, maar er zitten natuurlijk die frame protectors op, dus daar kan niks op. Deze past mooi in de zijkant van mijn CB. Maar ja, het allerbeste is natuurlijk wat er dadelijk op de achterraam van de caravan komt. Dus laten we daarmee beginnen. Hij heeft overal aan gedacht, hè, die jongen. Ja, hij heeft ook heeft een klein beetje 90% alcohol meegestuurd om de boel te ontvetten. Remreiniger verwachten wij dat te agressief is. Dat durven we niet aan. We hebben hem al eventjes schoongemaakt met wat ruitenreiniger. Professionele. Echte professionele. Van de carglas. En nou, maar dit is caravanglas, kan dat wel dan? Jawel joh. Dit is carglas. Dat kan wel. Die zit aan elkaar gesmolten door de alcohol. Wedden? Oh, ik denk het wel, ja. Dat dacht ik al. Scheisse. Get out the torch. Nee, I got it. Nee? You got it? Oh, nice. Oh, het spit. Een beetje iffy. Een beetje teken, dip het doekje erin. Hé, hey, wit doek. Begin je even onder. De rest kun je opdrinken. Nee, dan heeft hij expliciet gezegd dat het niet mag. Vier keer. Ja. Show me the design. De raam is dus 1,51 meter breed. Hier hebben we een logo van 1,40 meter. Oh, that's sick. Dus aan beide kanten 5 centimeter over. Oh yeah, 5,5. 5,5. Last piece of this epic puzzle. Yeah, man. What are you doing? Ik heb nog een paar andere stukjes van Mr. Jouw Prins. Nou, deze Instagram en YouTube handles die kan Rick ook voor jou maken. Dus als jij iets wil hebben om je brommer kennelijk te maken, aan mensen wil laten zien hoe ze jouw project kunnen volgen of zo. Stuur ik een berichtje en dan kan hij je daarmee helpen. Het plakt echt als een neet, hè? Ja, yeah, that's good. How you think? This is good, man. Je ziet het van afstand niet eens dat ik het geneukt heb. Als je dichterbij komt wel. Of nee, toch niet. Dit is dus het resultaat van de laatste stickers. Deze tekst kun je door jouw prins laten maken.
Als je iets van hem hebt, laat het ons even weten. Tag ons even in een Instagram story of zo. Dan kunnen we dat delen. Vinden we leuk. En hem natuurlijk ook. En hem natuurlijk ook. Niet te vergeten. @jouwprins. Nou, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om jouwprins even te checken en hem een berichtje te sturen. Als je ook zo'n Instagram of YouTube tag of wat dan ook wil. Battery exhaust. Bijna alles maken. Battery is exhaust, man. It's dead. I like it, man.